Peter Blaget aanwezig bij het rolstoelbasketbal, het EK. Nederland speelde net een goede wedstrijd tegen Frankrijk. Mm-hmm. In welke hoedanigheid ben je hier vandaag? Nou, als sportliefhebber. Voelt altijd prettig om hier weer in deze hal te zijn, het topsportcentrum in Rotterdam. Ik heb hier 8 jaar mogen werken, dagelijks met het clubteam van Ortec Nesselanden en daarna ook nog 5 jaar als bondscoach. Dus ik weet hoe deze hal voelt, ruikt, ademt en hoe lekker het is om hier te kunnen spelen. Maar ik ben hier natuurlijk voornamelijk om ook gewoon naar de rolstoelbasketbalploeg te kijken. Hoe ze het hier doen, mooi toernooi, EK. En ik word per 1 september directeur van Rotterdam Topsport, die hier heel nauw bij betrokken is bij dit evenement. Dus een paar collega's alweer even leren kennen. Vanmiddag een clinic gedaan, dus dan leer je ook hoe lastig het is om rolstoelbasketbal te spelen. Maar ook hoe leuk het is om het te doen. Dus wat dat betreft een topdag. Ja. Hoe was dat? Wat wist u al van het basketbal? En wat heeft u erbij geleerd tijdens die clinic? Nou, vooral hoe lastig het is om überhaupt in een stoel jezelf goed mobiel te houden en te bewegen en strategisch te staan. En dan moet je ook nog ballhandling skills hebben. Dus het is verdomde lastig voor een valide sporter zoals ik was, om dan uiteindelijk in een andere setting met een ander de tool onder je, om op die manier te bewegen. Ja. Dus zoals bij iedere tak van sport en zeker in de topsport, daar komt heel veel tijd, training, doorzettingsvermogen, lief en leed bij kijken voordat je dit soort spelletjes ook goed kent. En dan is het heel erg leuk om het ook gewoon te ervaren. Om eens echt het gevoel te krijgen hoe het is om in de stoel te zitten. En hoe dan nog je balvaardigheid goed te laten werken. Dus het was top. Heel leuk om te ervaren. En als topsport Rotterdam natuurlijk. Hoe belangrijk is het dat dit soort sporten ook heel veel aandacht krijgen. En een boost krijgen om door te groeien? Nou ja, eigenlijk zoals iedere sport. Hè. Kijk, Rotterdam is een prachtige topsportstad. Daar zijn in het verleden al heel veel mooie evenementen gehouden. En ook in de toekomst gaat dat nog steeds gebeuren. Ja, en daar past ook een EK rolstoelbasketbal ook prima in. Daarbij heeft Nederland natuurlijk een geweldige ploeg. Vooral aan de vrouwenkant. De enige titel die nog ontbreekt is de Olympische. Nou, we hopen allemaal dat ze dat volgend jaar voor elkaar gaan krijgen. Ze hebben zich hier op het EK nu al weten te kwalificeren voor Tokio. Kortom, een prachtig evenement wat heel goed past hier in Rotterdam. Dus ik vind het hartstikke leuk om dat ook echt live te aanschouwen. En ik gun het de ploeg ook van harte, want ze zijn met een prachtig project bezig. Ja. En is het dan enigszins jammer voor ons misschien ook wel een beetje dat er niet echt... Er is 1 regio speelster erbij, maar ja. Rotterdam is een beetje ondervertegenwoordigd. Hoe komt dat, denk je? Ja, nou ja, goed. Ik zie het wat breder. Hè. Kijk, dit is een internationaal toernooi, dus hier doe je aan mee als zijnde Nederland. En ook als Rotterdam mogen wij trots zijn dat je een Nederlands team hier natuurlijk kan huisvesten. Hè, over een maand, ruime maand. Olympisch kwalificatietoernooi volleybal voor de mannen in Ahoy, weet je wel. Ja, dat is ook Nederland wat dan komt. En het is natuurlijk leuk als er ook Rotterdammers in zitten en zo, of die de roots in Rotterdam hebben. Ja. Anderzijds, er hebben hier zoveel mensen al gesport, getraind, gewerkt. En de basketbalploeg is hier natuurlijk ook al meer dan een week gewoon in de stad. Dus je wordt vanzelf al een klein beetje reserve Rotterdammer, zullen we zeggen. Dus wat dat betreft allemaal prima dat ze hier zijn. En 1 september begint u zei het al. Mm-hmm. Wat staat er eigenlijk op de agenda als directeur topsport vanaf 1 september? Of is dat werk nu al gewoon begonnen allemaal? Nou, dat zeker niet. De huidige directeur die is nog steeds natuurlijk vol bezig. Maar Rotterdam Topsport, dat is echt wel een centrale speel in de uitvoering van het Rotterdamse topsportbeleid. Dus dat gaat van evenementen naar ondersteuning van topsportverenigingen hier in de regio. Het CTO, het Centrum Topsport en Onderwijs, waar Rotterdam samen met Den Haag en Dordrecht een centrale rol in speelt. De zichtbaarheid van de stad internationaal gezien in ook het organiseren van grote evenementen. Kortom, het is een behoorlijk brede functie. Een soort van schaap met 6 poten. Maar ik ben heel erg blij en trots dat ik met het geweldige team wat er staat deze functie mag gaan overnemen van Hans den Oudendammer. En daarbij, ik ken ze al vanaf het begin, dus het is bijna 30 jaar. Toen ik ooit nog jong was, stonden we in Ahoy ook toernooien te spelen en interlands die mede georganiseerd werden door Rotterdam Topsport. En dat is eigenlijk altijd heel erg goed gegaan. Dus grote uitdaging om het nog steeds goed te laten gaan, dan denk ik. Ja, nou zeker joh. Ik ben gepokt en gemazeld in de topsport. En je weet dat er voor weinig is er echt plek op het hoogste schavot.
Maar ik vind ook met Rotterdam Topsport, die hebben altijd hun naam met verven uitgevoerd en er altijd top evenementen van gemaakt. En ik geloof ook nooit in toeval qua prestatiecurves. Alles moet kloppen, dus zeker ook de organisatie. En ik ga er alles aan doen om dat met het hele team van Rotterdam Topsport, om dat zo goed mogelijk verder uit te blijven voeren. Ja. Dus ik zie er naar uit. En tenslotte dan, over de rolstoel basketbal is dus nog. Mm-hmm. Nog een keertje kijken, want de halve finale tegen Spanje komt eraan. En ja, waarschijnlijk wel de finale. Ja, nou zeker. Nou, als ik agenda technisch had gekund, zeker, dan was ik er geweest. Waren het niet dat ik zaterdag nog commentaar moet geven bij volleybalwedstrijden. En zondag met een delegatie vanuit Rotterdam richting Brussel ga voor de toerstart. Omdat we ook wel belangrijk zijn op zich. Nou, ook omdat we bezig zijn om te kijken of we weer een toerstart hier naar Rotterdam kunnen halen. Want dat smaakte in 2010 heel erg goed. Daar heeft men het nog steeds over. Inmiddels zijn we een kleine 10 jaar verder. En we hopen dat we het nog een keer voor elkaar kunnen krijgen. Dus duty calls, zullen we maar zeggen. Ja. En hoe realistisch is dat, nu we het daar toch over hebben? Nou ja, we doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Dus, niet per se percentages bekend? Of, Nee, daar is het allemaal nog veel te vroeg voor. Rotterdam zou het weer heel graag willen doen. Dus dat is een heel lang project, heel lang traject. Maar het mogen duidelijk zijn dat de ambities hoog liggen hier in Rotterdam. En daar past ook een toerstart heel goed bij. Maar gelukkig is er een livestream op YouTube. Ga je kijken? Ja, nou, ik hou het zeker in de gaten. En dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, we hebben het druk, hè, zondag. Want we zijn ook ergens een paar Leeuwinnen aan het voetballen. Ja, dat schijnt, ja. We moeten alles goed in de gaten houden. Maar het komt helemaal goed. Alles voor het landsbelang.